Mijn naam is Kim, ik ben moeder van 2 kinderen. En dankzij de nier van mijn buurvrouw heb ik weer een fijn en prettig leven. Ik ben Anneleen, ik ben de buurvrouw van Kim, moeder van 2 kinderen. En ik heb mijn nier aan Kim gegeven. Ik ben Michiel Betjes, nierspecialist. En ik vind dat er meer mensen zouden moeten zijn zoals Anneleen. Hallo, ik heb SLE, een chronische auto-immuunziekte. Deze ziekte heeft ervoor gezorgd dat mijn nieren ontstoken raakten. Ze hebben heel lang de ziekte kunnen onderdrukken met medicijnen. Maar helaas hebben mijn nieren de functie verloren en had ik een nieuwe nier nodig. Zullen we een stap maken? Toen mijn nieren niet meer werkten, moest ik gaan dialyseren. Daar spoelen ze je bloed door middel van een machine. Het is alsof je ongetraind de marathon loopt. Ik was dus ook heel erg moe na een dialyse en ik voelde me misselijk. Ik kon bijvoorbeeld niet voor mijn eigen kinderen zorgen. Ik was altijd moe. Toen dacht ik, ja, dat moet eigenlijk niet. Zij is ook moeder van 2 jonge kinderen, dus het was invoelbaar hoe rottig dat moet zijn. Dus toen heb ik bedacht dat ik mijn nier wel wilde geven. Wat Anneleen voor Kim heeft gedaan is heel bijzonder. Want Anneleen geeft een deel van haar gezondheid, haar lichaam en nier geeft ze aan Kim. Gelukkig is dat voor Anneleen geen bezwaar. Haar eigen gezondheid zal hier niet onder lijden. Maar het blijft een bijzonder offer. Wat ik wel spannend vond, is aan haar vragen of vertellen dat ik dat wilde doen. We merkten dat Anneleen een beetje zenuwachtig was en een beetje ongemakkelijk. Maar toen vertelde ze dat ze er heel goed over na had gedacht en dat ze graag haar nieren wilde aanbieden aan mij. Mijn dank aan Anneleen is natuurlijk enorm groot en het is heel moeilijk om dat in iets uit te drukken. Maar ik heb een fotoboek voor Anneleen gemaakt wat ons grote avontuur laat zien wat we hebben meegemaakt. Ja, ik herstelde prima en vrij snel en mensen zijn heel lief voor je als je zoiets doet. En ik vind het, als je het tegen elkaar afweegt, wat het oplevert en wat voor impact het op mijn leven heeft, vind ik dat niet iets heel groots. We begrijpen heel goed dat iemand die bij leven een nier doneert, dat hij dat eng vindt. Maar de resultaten zijn zo goed voor degene die de nier krijgt, dat eigenlijk iedereen zegt, dit was het me helemaal waard. Het is zo immens groot wat ze voor mij heeft gedaan en het heeft me zoveel opgeleverd. Dat is niet uit te drukken in iets.